Doping hoort bij de sport en dat zal ook nooit verdwijnen. Een onafhankelijke commissie die in opdracht van de Internationale Wielerunie onderzoek deed naar het dopinggebruik, kwam met nieuwe cijfers. Zo wordt doping niet meer door hele ploegen systematisch gebruikt, maar nu zijn het individuen die naar verboden middelen grijpen. In de wielerwereld wordt met gemengde gevoelens gereageerd op de conclusies van de commissie. En ik denk dat dat iets is wat we niet genoeg kunnen benadrukken, dat het wel de goede kant op gaat. Dus dat de doping echt wel duidelijk minder aanwezig is in de sport. En ik denk dat dat een hele goede evolutie is. Maar, zegt de boer, als onderzoeker verbonden aan het Maastrichtse ziekenhuis, op eigen houtje doping zoeken levert meteen grote gevaren op. Ik vermoed dat heel veel renners nu naar artsen gaan, dat noem ik de obscure artsen, die vrij toegang hebben tot allerlei middelen en die verkopen daaraan. En die verkopen het en ik denk dat ze er zelfs aan verdienen. De onderzoekscommissie sprak met 174 mensen, onder wie officials, antidopingdeskundigen en oud-renners, zoals bijvoorbeeld Lance Armstrong. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. De laatste decennia was EPO het populairste verboden middel waarnaar werd gegrepen, maar dat is tegenwoordig alweer achterhaald. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde groeihormonen die ze dan gaan gebruiken. En het grootste gerucht, maar ik weet niet of dat waar is, is dat ze op zoek zijn naar genetische doping. Dat betekent dat je je eigen genetisch materiaal gaat aanpassen, zodat je misschien sneller kunt rennen of fietsen. En zo blijft de jacht op doping een kat-en-muisspel. En er zullen altijd mensen zijn die de dopingbestrijders voorblijven.